Hallo, daar ben ik weer. Zelda Player 20. Met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Waarom dat ik zo praat? Ik ben boos. Fidi heeft gezegd dat we maar buiten verder moeten gaan onderzoeken. Nou, ik had er geen zin in, dus heb ik lekker hier een dag gezeten. Ja, nou niet echt een dag, maar ja, jullie weten hoe het met de opnamesessie gaat. Ik verpest altijd mijn eigen grapjes, dat weten jullie. Maar goed, ik ben nog steeds boos. Nee, klote Fidi. Nou, als we in ieder geval naar buiten toe gaan, dan komen we dus achter. Want in de vorige aflevering, welkom terug, ik ben er weer, Zelda Player 20, mijn nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. In de vorige aflevering hebben we dus heel die tempel en zut gedaan. En in deze aflevering gaan we dus eindelijk kijken wat er dus veranderd is. Nou, het enige wat er hier veranderd is dat we dus zeg maar kapotte schepen kunnen zien, zeg maar. Want we zitten nou in de belly of the beast. En wat we dus willen doen is, je hebt hier dus zeg maar zo'n glasshot symbool waar we dus naartoe kunnen. En op het moment dat we hier naar boven toe gaan, zien we hier een Goddess Cube. Nou, dat is dus zeg maar eigenlijk de enigste nuttige reden dat je hier naartoe komt. De andere reden is omdat we eindelijk nou naar die tempel toe gaan, waar ik dus behoorlijk al op zat te wachten om eindelijk een keer naar die tempel toe te gaan. Waarom dat mijn stem daar in één keer een stukje omhoog ging, dat weet ik niet. Maar goed. Wat je dus niet wil doen is, je wil hier niet zo naar beneden toe springen, want dan mis je dus zeg maar een soort van cutscene die dus nodig is. Trouwens, die informatie was weer in de hoek. Ik zou begon niet weten wat er in die Goddess Cube zit. Het interesseert me op dit moment heel erg weinig, want ik wil gewoon naar die tempel. Nou, als je eens hier overheen loopt, springt Fee weer uit je zwaard. I have information to report, master. Please take a look. Nou, dan zien we dus zeg maar eventjes goed gefocust op die schepen. There is a 60% possibility that these masts and these sails are from the ship that protects Nyru's Flame. 60%? Dat is wel heel erg weinig, Fee. Ik bedoel, serieus, dadelijk gaan we naar een dode mus zoeken. 60% vind ik een beetje te weinig. You can now set your dowsing ability to search for the ship that holds Nyru's Flame. Maar je zegt niet dat er maar 60% was dat... Als we dat toch kunnen dowsen en dat we dan dus precies zien op ons zwaard hoe dat schip eruit ziet, dan is het 100%. Fee, hou gewoon je bek! Oh... Maar goed, in ieder geval krijgen we dus zeg maar weer dat klikje van dat we moeten gaan douwen. Oftewel gaan zoeken. En het voordeel is dat we dus nou eindelijk zeg maar onze tempo gaan vinden. Het enigste nadeel is, en ik heb geen zin om die kapitein nou eventjes een stem te geven met zijn gescheid. Oh, echt een zijkapitein. Toeshi! Want wij hebben namelijk een manier gevonden om dat schip eindelijk te vinden. Nou, en ik heb het de hele tijd over een tempel, maar ja, het is niet echt een tempel, het schip is de tempel, laat ik het zo zeggen. Dus wat we willen gaan doen, is we moeten zeg maar een onzichtbaar schip vinden wat we dus niet kunnen zien met onze ogen. Daarvoor hebben we die dowsing ability nodig. Nou, als we dus gaan dowsen, komen we er dus achter, zeg maar, dat kun je dus tijdens het sturen gewoon doen. Ik zeg, dat kun je dus gewoon tijdens het sturen doen, dank je. Kun je dus zeg maar... een beetje sturen zeg maar naar welke kant dat je op wil. Wat je dus wil doen is, je wil dus zeg maar de hele tijd blijven douwen om te zoeken naar het schip. Dat schip daar wil je dan raken met een bom. En als je die hebt geraakt een paar keer met een bom, dan is zeg maar zijn machine wat hem onzichtbaar maakt, die gaat dan kapot en daardoor kunnen we dus dan zeg maar het schip blijven zien. Nou, hoe dichterbij dat je zeg maar bij het schip komt, des te harder dat dowsing idee weer gaat liepen zoals we al bekend zijn. Dus, nou hoop ik dat het net zo makkelijk gaat als in mijn testrun. Nou, eens even kijken. Ja, bliep, 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 bliep. Het enige verschil is, je kunt zeg maar met dowsen kun je niet zo hard gaan als dat je het zeg maar zonder het dowsen doet. Maar je wil wel de dowsing open houden. Kijk, nou komen we dus heel dicht in de buurt bij het schip. Oh, we staan er tegenaan zelfs. Hoi. Boom. Did you see it? Ja. We hebben het gezien. Hartstikke klaar. Nou, wat je dus nou wil doen is weer op de dowsing drukken. Want zoals je dus zeg maar ziet, dat schip is best wel snel. Dus je wil er eigenlijk een beetje zo snel mogelijk er tegenaan of bij in de buurt komen. Richten. En boom. Mis. Hè? Gaan we vals spelen? Oké, dit gaat dus niet zo soepel als in mijn practice run, laten we eerlijk wezen. Boom! Nog een keer! Boom! En na drie keer geraakt te hebben, stopt hij eindelijk met varen. Nou, op zich moet ik zeggen, ik vind het wel een mooie gimmick, weet je wel. Dat schip is onzichtbaar, je moet toch eigenlijk hem wel vinden. Hoe dat schip al zo lang aan het varen is, op een woestijn van... zand, want de enige plek waar het water is zeg maar bij onze time shift zone, want we zien daar duidelijk dat het nog zand is. Dus op zich is dat best wel vaag. Maar in ieder geval, hier hebben we dus de introductie weer van
Je bent bij de tempel. Geweldig. Nou, op zich is dit een vrij korte tempel. Ja, de Sand Ship. Hoezo? Hij is nog niet eens gemaakt van sand. Hij is gemaakt van hout. Dus had je hem dan niet beter de Wooden Ship kunnen noemen? Net zoals de Wooden Shield. It's not gonna block much, but it looks nice. Nou ja, ik ga daar niet te veel commentaar op geven. In ieder geval, we zijn dus eigenlijk hier op... ja, de tempel, zeg maar. Of ja, het schip, de tempel. En wat het voordeel is... ja, ik heb best wel weinig hartjes, weet je wel. En ze zijn best wel makkelijk hier geweest van... ja, je kunt hier best wel veel hartjes verliezen. Dus laten we aardig wezen voor jullie. Je hebt hier, zeg maar, gelijk een stoel zitten. En dan kun je er rustig op gaan zitten. En je hartjes, die vullen zich automatisch. Ik hou van dat geluid. Plop, plop, plop. Nou, wat we willen doen is, je hebt hier zeg maar een gesloten deur. Dus de enige kant waar je dus nou nog naartoe kan, dat is hier naar beneden toe. Maar deze tempel is op zich vrij, ja, makkelijk zou ik maar zeggen. De tempel is zeg maar zo dat je, je hoeft maar eigenlijk één kant op. En dan kun je dus zeg maar een beetje vinden waar dat je naartoe moet. Dus het is niet zeg maar zo dat je dus 300 kamers tegelijkertijd in kan. Hallo. Nou, ik heb trouwens nog iets gevonden. Hier zit weer zo'n muur. Ik heb iets gevonden wat betreft rubies tekenen. Blijkbaar als je een ruby tekent... Dat ga ik nou weer eventjes doen. Op het moment dat je een ruby tekent... Hallo, dank je. Als je zeg maar een soort kromme lijn maakt... Als een soort schild... Dan geeft hij meer rubies. En vraag me niet waarom dat daar is, maar... Blijkbaar reageert hij zo beter op rubies. Dit vindt hij beter als de ruby die ik eerst had getekend. Hier zie je, krijg je een red ruby. De vorige keer in mijn testrun had ik het zo gedaan. En kreeg ik zelfs een zilver ruby ervoor. Dus als je rubies tekent, probeer het met kronkellijntjes. Waarschijnlijk reageert hij daar beter op. Ja, ik vind het nog steeds een beetje glitchy. Maar dat maakt niet uit. Nou, eventjes hier de bladblazen. Misschien zit hier... nog een red ruby. Jee, ik word nog rijk. Nou, ik ga de verkeerde kant op. Tijdverspillend rijk worden. Zoals ik al zei, dus... Ja, het is eigenlijk een één grote eenrichtingsweg, deze tempel. Dus nou, hier komen we weer wat keys tegen. Hartstikke leuk. Maak jullie allemaal af. Jullie geven toch helemaal niks. En dit is ook eigenlijk één van die dingen. Daar heb ik... ja, een maat die zei dat tegen mij, weet je wel. Die kijkt dan ook mijn video's en die zegt... Weet je hoe vaak dat je eigenlijk hartjes oppakt, terwijl dat je ze niet nodig hebt? En daar wou ik er toch eigenlijk eventjes een beetje over praten. Weet je wel, van ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En als je een echte Zelda-speler bent, die dus heel veel Zelda-spellen hebt... Je ziet iets liggen en je moet het gewoon oppakken. Dat is automatisch. Je kijkt nog niet eens meer naar hoeveel hartjes dat je hebt. Tenminste, ervaren Zelda-spelers, die doen dat niet echt meer. Laat ik het zo zeggen. Nou, het is jammer dat ik hier geen bom heb, want anders had ik hem dus gelijk eigenlijk... Haha. Oké, dit ga je niet menen. Oké, ik kon hem... Oké, blijkbaar stond ik in stinkzand. Nou ja, het kost op een of andere vage manier kost dat net geen helft, dus ja, waarom? Ja, maakt niet uit. Nou, dit kun je dus maar net halen. Dus je wil op het laatste moment echt de aardknop loslaten, want anders heb je dus zeg maar een probleem dat je weer dat even uitgeput bent, weet je wel. Dus je wil daar wel even de aardknop dan loslaten. En we gaan dus steeds dieper en dieper het schip in, tot we dus zeg maar bij de begaande grond komen. En dit is eigenlijk de enigste keer dat je hier helemaal diep naar de begaande grond toe gaat. Vraag me niet waarom. Waarom? Daarom. Ah. Jezus! Dit was niet nodig geweest. Dit was helemaal niet nodig geweest. Dit was echt helemaal niet nodig geweest. Serieus, waarom is dit nodig geweest? Serieus, waarom hak ik hier niet eventjes nou maar helemaal even doorheen? Waarom krijg ik hier zoveel blobs? Waarom krijg ik niet gewoon van die witte skulls? Die heb ik nodig, die witte skulls. Blobs heb ik al genoeg. Waarom geef ik jullie geen witte skulls? Waarom zijn er van jullie zoveel? Waarom zitten jullie hier? Waarom zitten jullie hier al zo lang om mij te wachten? Zitten jullie mij gewoon niet te vervelen of zo? Laat los! Dank je. En dankjewel voor je blob. Nou, nog alleen de boy vinden. Oude Nintendo pun. Kon niks aan doen. Ja, er was zo'n spelletje vroeger. Dat heet haar boy en is bob. Dus, echt zo'n heel eentonig deuntje. Mata, please look. Oh, echt serieus, hou je me al? De laatste nog erin sealed. Ja, nee. Meen je dat nou, Vie? En hoeveel procent denk je wel niet dat de deur dicht zit? Hè? Hoeveel procent, Vie? Zeg het! Great Scott! Ja, ik denk dat ik daar de filmquote van ga maken. Ik denk dat ik dat serieus ga doen. Alleen dan niet alleen Green's Cat. Ik gooi er wel nog even wat bij. Oh my gosh, this is heavy! Nou weten jullie ongeveer wel wat dat het is. Wil je alsjeblieft stoppen met mij een schokkende ervaring te geven?
Dank je. In ieder geval, de vorige filmquote van de vorige aflevering, dat was natuurlijk niks anders als Disney's Peter Pan. Voor de mensen die het goed hadden, gefeliciteerd. De eerste twee die staan er even in beeld. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Oh, we zijn in deze kamer. Nou, hier hebben we dus zeg maar weer zo'n deur die je dus zeg maar in een bepaalde volgorde moet raken. Het nadeel is, dit is niet dezelfde volgorde als de vorige tempel. Dus up, down, left, right werkt hier niet. Oftewel boven, onder, links, rechts. Wat je hier wil doen is, je wil deze kamer schoonmaken. Oh, daar word je er ondertussen moe van hier in de woestijn. De woestijnlevels, weet je wat, die zijn zo vervelend. Nou, en wat je dus wil zien is, je ziet zeg maar dat de bovenkant van die dingen zeg maar rood is. En waarom kan ik hier niet gewoon... Waarom? Echt hè, moeilijk hè. Ja, pas op, ik kan niet over in een drempel met een stofzuiger in mijn hand hoor. Oh. Nou, wat je dus wil doen zeg maar is, je wil dus zeg maar vier van die, die stuurwielen zeg maar wil je dus vinden. En zoals je ziet zeg maar bij elk stuurwiel, daar zie je dus zeg maar zoveel handvaten rood gekleurd zijn. Nou, bij die ene was het de eerste en was het maar eentje. Bij die tweede was het een twee, waren het een twee. Dit is volgens mij met drie. En hier heb je nummer vier. Nou, dus als we dat allemaal eigenlijk bij elkaar neer gaan zetten, zien we dus... Hallo, muur klimmen. Kan ik alsjeblieft door een deur lopen? Dank je. Tjongejonge. Nou, de eerste is dus naar beneden toe. En als je dus zeg maar hier verder gaat kijken, dan zie je boven, beneden en dan rechts. Nou, laten we dat maar gaan proberen dan. Dus beneden, boven, beneden, rechts. Gaan we gewoon proberen. Oké. Okay. Beneden. Oh. Veel. 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 Dankjewel. Goed. Beneden. Boven. Beneden. Rechts. Nou, en het werkt nog ook zeg. Gefeliciteerd. Wees er blij mee. Koplolly gaat vieren. Nou, en dan zien we een kist. En naar die kist hebben wij gezocht, want dat was de moeilijkste kist die we hebben moeten vinden. Want die kist was zo moeilijk, omdat we daar een hele puzzel voor hadden moeten oplossen. Dus vinden we daar een sleutel voor. Nou, en nou gaan we dus zeg maar het vervelendste krijgen wat ik bij deze tempel wel eerlijk toe moet geven. Is je loopt dus helemaal naar beneden toe om een puzzeltje op te lossen. Dan vind je een sleutel en die sleutel die moet je weer helemaal boven gebruiken. Dus dan moeten we weer helemaal naar boven toe lopen. Vervelend is dat. Maar ja, aan de andere kant. Zoals ik al zei, deze tempel die heeft niet zoveel kamers. Dus op zich is dit niet zo'n grote tempel. Maar ja, als je gaat kijken naar de sidequest bullshit. Of ja, eigenlijk de main story bullshit die je moet doen om bij deze tempel te komen. Ben ik eigenlijk best wel blij dat het maar een korte tempel is. Want we zijn zelfs bij een eiland geweest waar we eigenlijk helemaal nog niet eens hoefden te komen. En why the hell stopt mijn klokje er in één keer mee? Hallo, lopen we nog wel door? Hij loopt nog wel door. Omdat ik een mailtje binnenkreeg, daarom. Maar boeien. Ja, ik hou altijd wel een timertje bij, weet je wel, van hoe lang dat aflevering ongeveer duren, weet je wel. Van, tot we niet zeg maar te ver over die een half uur komen, net zoals bij de vorige aflevering. Nou, 3 minuutjes, weet je wel. Oké, ja, het is dan iets langer als een half uur, maar vinden jullie toch alleen maar leuk. Maar op sommige afleveringen dan kom je dus zeg maar op een punt en dan ben ik bijvoorbeeld van, nou, en hier wil ik de aflevering dan stoppen. En dan krijg je dus zeg maar het probleem dat ik pas 4 of 5 minuten in een aflevering zit. Dus ja, dan ga je toch maar wel door, weet je wel. Dus vandaar dat ik een timer gebruik voor de meeste van mijn opnames. Dus. Zijn we ondertussen al boven? Want ik ben het helemaal ondertussen aan het vol lullen. Maar ik had het eigenlijk ook gewoon makkelijk uit kunnen knippen, weet je wel. Maar nou ja, het tempel, daar wil ik niet zoveel uitknippen. Nou, hier hebben we dus zeg maar die deur. En als we die deur doorgaan, komen we uit bij de achterkant van het schip. De lopende plank. Arr! This is heavy. Ja, ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. Ik blijf het gewoon zeggen. There's that word again. Heavy. Oh, kijk. Daar is de echte Captain James Hook. Van de vorige aflevering waar we een quote van hebben gemaakt. Zou eigenlijk beter dan deze aflevering hebben gepast. Oké, hij is dus een soort van robot kapitein Haakiets. En is dus de midboss van deze tempel. Wat je wil doen is je wil hem zoveel mogelijk raken. En je wil hem dus zeg maar naar achteren drijven. En dat wil je dus zeg maar een paar keer doen. Nou, op het moment dat je dus zeg maar hem bij zijn zwaard raakt, dan valt hij dus zeg maar jou weer aan. En dat wil je dus eigenlijk voorkomen. Kijk. Of hij valt jou zo aan. Je kunt eigenlijk, je moet een beetje getimed zeg maar je, zwaard aanvallen doen. En dan op zich is hij niet zo moeilijk, weet je wel. Nou, je moet dit 3 keer doen als ik hem niet vergis, want hij heeft dus een extra zwaard. En hij kan dus menen worden. Hij heeft nou 1 keer geraakt, zeg. Gewoon gefeliciteerd. Oh, dat was vervelend. Nou, hij kan dus zeg maar een stroomstoot geven. Nou, een stroomstoot op het moment dat je dat dus probeert te blokken met je eigen zwaard. Oh, dat was goed.
dan krijg je natuurlijk zelf ook weer een schok. Nou heeft hij dus geen zwaarden meer, dus nou zijn we van het zwaardprobleem af. Maar dan gaat hij dus heel erg vervelend doen met zijn haak. Wilt u een plons, meneer Staak? Oh, kijk, dat bedoel ik dus. Dan gaat hij dus zeg maar zijn haak als schild gebruiken. Nou, zoals ik al zei, wilt u een plons, meneer Staakie? Hier heb je je plons! Of explosie. Maakt niet uit, komt op hetzelfde neer. En natuurlijk, als je de midboss hebt verslagen van een dungeon, krijg je al de dungeon item. Nou, we zitten nog geen 10 minuten in deze dungeon en we hebben de dungeon item al. Maar de sender van Life of Friends was a 99% chance that it was the pirate described by the captain. En wat is die 1% dan? I can't help but admire the technique. Oftewel dat hij nog steeds leeft zoveel jaren. Door de techniek die hij heeft of zo weet. Dat verklaart blijkbaar tot hij eerst door de zand heen kan. Maar eindelijk hebben we de pijlenboog. Eindelijk. Jezus, wat heeft dat lang geduurd. Pijlenboog is gewoon het laatste itempje waar je te pakken kan krijgen in dit spel. Terwijl dat eigenlijk het item is van elke Legend of Zelda spel. Master Reporter. Je hoeft mij niet uit te leggen hoe dat een boog werkt, want iedere Zelda speler weet hoe een boog werkt. En die weet ook dat je er schakelaartjes mee kan raken. Dus hou je bek, Vie. Hou je bek. Ga terug je zwaard in. Vie, keer terug. Hé, het werkt nog ook. Handig. Maar goed, nou dat we dus de pijl en boog hebben, eindelijk. Ja, echt, ik ben zo blij dat we nou eindelijk de pijl en boog hebben. Kunnen we dus, zeg maar, diverse kamers in waar we nog niet zijn geweest. Nou, in het begin, je had dus net, zeg maar, een schakelaar waar Vie het al over had. Die schakelaar die wil je dus raken met de pijl. Goh, wie had daar nog niet op over nagedacht? Nou, op het moment dat je dus zeg maar richt, het werkt praktisch precies hetzelfde als een slingshot. Alleen als je A langer ingedrukt houdt, wordt heel je mikpuntje rood en daardoor kun je dus zeg maar beter richten. Nou, op het moment dat je daar ook raakt, komt er dus zeg maar een timeshift stone tevoorschijn. En raad is, die moeten we dus ook raken met pijl en boog. En dat gaat Vie nu vertellen. Master, I have important information for you. There's a 90% chance the object you see there is a timeshift... 90... Hoeveel fucking timeshift stones hebben we nou al niet gezien in dit spel? Hoezo is dit niet 100%? Vie? Ga dood. Serieus. Ga iemand anders lastigvallen. Ga alsjeblieft iemand anders pesten. Oh, Vie, wat ben ik een irritant. Nou ja, dat wisten we al. Oh, nooit geweten dat er iemand na Vie nog... Na Vie? Nee, Vie is irritant. Laten we eerlijk wezen. In ieder geval, als je die Time Shift Stone raakt, komen we dus heel veel moblins tegen. En die moblins die moeten we één voor één kapot maken. En ik vond dat best wel een epic pose. Wat je wilt doen, zeg maar, die beesten die gaan met pijl en boog op jou schieten. Nou, aangezien dat we eindelijk nou ook pijl en boog hebben, kunnen we ze eindelijk van een afstand raken. Dus dat doen we ook gelijk. Nou, één pijl is genoeg om één zo'n moblin dood te maken. Huh? Ik hoor de plulup. Oh, wacht, die laat alleen maar pijlen vallen. Verdorie, ik dacht eindelijk dat ik een white skull zou krijgen van die hufters. Nou, je wordt bedankt hoor. Voor niks. Dankjewel. Jongen, jongen, jongen. White skull! Ik heb... Fijn. Werd een keer tijd. Oh. Echt, het is toch gewoon te gek voor woorden dat je zoveel moeite moet doen om gewoon zo'n white skull te krijgen, zeg. Jeetje. Het is gewoon eigenlijk belachelijk. Nou, wat we hier dus willen doen, is we willen dus nou hier omhoog klimmen. Omdat, ja, we moeten dus zeg maar die timeshift stone zorgen dat we die gewoon kunnen raken wanneer dat we dat willen. Dus vandaar dat we nou hier de mast moeten beklimmen. Nou, het enige nadeel is, op het moment dat je de mast aan het beklimmen bent, kun je dus zeg maar geen ornament skulls meer van hun krijgen. Want hun flikkeren allemaal naar beneden. Wat eigenlijk aan de andere kant best wel handig is. Ook wel zeggen, mis ik een keer? Hoe is dat nou weer mogelijk? Ik bedoel, pijl en boog, daar ben ik altijd de beste mee geweest in de Legend of Zelda, weet je wel. Ik ben altijd heel erg goed geweest met pijl en boog kunsten. Hoppakee. Nou, en het leukste is als je dus zeg maar een pijl voor je voeten neergeschoten krijgt die hun dus net niet jou hebben geraakt. Kun je die dus, dan kun je die dus zeg maar ook oppakken. En dan heb je dus weer een extra pijl. Zo kun je dus zeg maar ook weer voor pijls, dan kun je dan ook zeg maar zo verzamelen. Nou,
deze vind ik eigenlijk best wel grappig hoe dit gemaakt is. Want je schiet zeg maar tegen dat ding aan om een kabelbaanhanger naar beneden te krijgen. Maar op het moment dat je hem vastpakt, gaat dat ding tegen de zwaartekracht in weer omhoog. Hoe dat werkt? Nintendo Logic. Gewoon heel erg makkelijk, Nintendo Logic. Weet je niet hoe het werkt? Nintendo Logic. Nou, dan hebben we daar nog één van zo'n mafkees staan. Dag, mafkees. Nou, loop wel natuurlijk heel erg voorzichtig hier. Even één ding. Dit klopt niet. Oh jawel, dat klopt wel, vanwege die time shift stone. Ik wou wel zeggen. Hoezo is alles nou hier in de wijde omtrek nou in één keer water, weet je wel? Maar dat heeft te maken met die time shift stone daar. Dus ik wou wel zeggen van, huh? We hadden toch alleen maar een klein bootje, maar dat heeft te maken dus zeg maar met een grote boot heeft een grote bereik. Of zoiets, weet ik wel hoe dat dan werkt. Maar goed, als je dus eindelijk hier helemaal naar boven toe bent geklommen. Met nadruk op eindelijk, want het is best wel een behoorlijke klim. Heb je hier dus zeg maar... iemand met een toeter? Nou, daar komen we later wel op. Kun je dus zeg maar de schakelaar omzetten waardoor dat de time shift stone weer bereikbaar is. Voor iedereen en waardoor dat de deur open kan. Want ik was helemaal vergeten te melden dat de deuren dus ook dicht zijn gegaan. Good job! Nou ja. Nou, de ship is ours. Nou, boeiend. Die kapitein is irritant. Maar het vervelende is, die kapitein wil ook dat we zijn bemanning bevrijden. Nou, de bemanning bevrijden, daar komen we dadelijk wel op. Dus wil je alsjeblieft je mel houden, dankjewel. Nou, wat je hier dus wilt doen, heel veel die springen dus nou al gelijk naar beneden toe. Van, nou, weet je wat, we hebben het gehaald, dus dan gaan we weer die deur door. Doe dit nog eventjes niet. Want dit is namelijk de tweede tempel waar we nog een piece of heart kunnen vinden. Je hebt zeg maar nog een soort van kabelbaan dingesgeval wat tegen de zwaartekracht ingaat. Weet ik voor hoe dat werkt. En als je daar dus zeg maar aan gaat hangen, komen we hier dus zeg maar op het achtergebied van het schip. En hier wil je dus eigenlijk... Zit hier nog verder iets? Nee. Hier wil je dus zeg maar naartoe omdat hier dus eigenlijk een secret to everybody zit. Haha, quote van de allereerste Zelda. Dus. Als je naar beneden springt, zie je daar sowieso weer van die, ja, van die vlindertjes. Ik was eventjes kwijt wat ik wou zeggen. Mag ik alsjeblieft? Dank je. Eén vlinder was al genoeg geweest. Nou, wat ik jullie wou laten zien is nou dat we dus de pijl en boog hebben. Wou ik jullie dus laten zien dat er dus nou een tekening bij is gekomen die we dus kunnen gebruiken. Die ik jullie nog niet heb laten zien. En er is nog een tekening die ik eigenlijk vergeten ben, maar dat komt later wel. Nou, wat je dus kan tekenen op dit moment is, je kunt nou een pijl tekenen. Let op. Nou, weet je wat, dan maak ik het een beetje een mooie pijl. Zo. Als je een pijl tekent, krijg je pijlen. Heel simpel, krijg je pijlen. Ik weet ook niet waarom dat zo raar aan mijn mond kwam, maar goed. Je krijgt gewoon een paar pijlen, zeg maar. Dus kom je pijlen tekort. Altijd handig om dat dan, zeg maar, zo toch te doen. En hier zit de kist met de piece of heart waar ik het over had. Nou, aangezien dat we al 3 pieces of hearts hadden, hebben we ondertussen dus weer een nieuwe heart container erbij. Joy! Dus... Nu zitten we al met 15 hartjes. Nou, vergeet niet dat we ook nog de live medal hebben, die dus, zeg maar, de reward was van de Goddess Cube. Die we 3 afleveringen terug hebben gevonden. Dus dat maakt al 16. En dan komen we ook nog eens een keer bij de baas van deze uit. En dat maakt dadelijk dus nog een extra hart. Dus dan zitten we al op 17. We komen behoorlijk dicht bij het einde van het spel eigenlijk. Als ik zo al zit te denken, weet je wel. Best wel creepy. Maar goed, nou in ieder geval dat we dus de kracht beschikken over de pijl en boog. Wou ik jullie eigenlijk iets laten zien wat eigenlijk best wel grappig is. Dat is zo'n gozer met zo'n toetertje waar ik het over had. En je kunt dus die toeters afjatten met de zweep. Dus dat wou ik jullie nog eventjes sowieso eerst laten zien. Ga weg jij. Wat je nu als eerste eventjes wilt doen. Nou dat het schip zeg maar tot leven is gekomen. Omdat we nou dus zeg maar weer in het verleden zitten. Ja, we zitten in het verleden, zeg ik goed. Dan wil je dus zeg maar weer terug naar binnen toe gaan. En volgens mij moest ik hem nou eerst eigenlijk deactiveren. Ik ga hem eerst eventjes deactiveren om te kijken wat ik even nou ermee kan doen. Want volgens mij moet ik hem eens deactiveren. Weet ik niet zeker, maar ik ga het toch even voor de zekerheid doen. Swing! Want op het moment dat je de pijl en boog hebt, is de tempel bijna al gedaan eigenlijk. Want nogmaals, zo'n grote tempel is het niet. Dus er zijn een paar van die tijdpuzzels zeg maar, die je moet doen. Maar daar houdt het eigenlijk praktisch verder mee op dus. Want wat je nou wilt doen, is als je dus zeg maar nou, deze kant op. Volgens mij was deze kant, weet ik niet zeker. Ja hoor. Ik negeer jullie, omdat ik daar de kracht voor heb, omdat jullie bevriezen als ik een deur openmaak. Blijkbaar.
Nou, wat je dus zeg maar hier kan doen is, je kunt zeg maar, zou je hier al naar binnen toe zijn, ja, toen je hier naar binnen kon, weet je wel. Maar het eerste wat je hier wilt doen... Je haalt het maar echt net, joh. Is je wil eerst hier naartoe. En dan zie je daar zeg maar een schakelaar. En dit kun je alleen maar doen zeg maar in het heden, omdat anders zou die waaier zeg maar draaien en dan kun je er daar geen pijl doorheen schieten. Nou, en dat geldt precies hetzelfde als je dus hier zeg maar doorheen gaat. Ik kom weer zo'n ember relic tegen. Op het moment dat je hier dus zeg maar... Yes! Oké, ik weet ook niet waarom dat ik daar zo spannend zijn, maar... Als je hier dus zeg maar naartoe gaat, je ziet zeg maar hier vijanden zitten. Die vijanden zijn eigenlijk een beetje zinloos, omdat hier hoef je dus niet naartoe te komen op het moment dat je dus in het verleden bent. Je wil op deze schakelaar gaan staan. Op het moment dat je op de schakelaar gaat staan, gaat daar zeg maar zo'n klepje open en daardoor kun je dus zeg maar een oog raken. Dit kun je dus ook alleen maar in het heden doen en niet in het verleden, want anders zou die waaier draaien. Dus hou daar weer rekening mee. Nou, dan gaat die deur open en dat is het... Kijk, ga je van de schakelaar af, weet je wel, dan gaat het klepje weer dicht, dus vandaar. Nou is het dus zeg maar het moment dat je dus, ja, weer naar het verleden toe wil. En ik moet zeggen, het was makkelijker geweest als ik het gewoon in het verleden had gehouden. Want dan had je namelijk hier zeg maar al kunnen veranderen van, ja, verleden en heden. Dus, want je kunt namelijk daar ook al het standbeeld raken, wat ik jullie dus best wil laten zien, maar... Kom zo, even wachten. Gaan we eventjes naar boven toe. Ja, maar dit kon je er toch uitknippen? Hou je mond. Zo. Nou, laten we maar naar het... naar het heden terug. Nee, verleden gaan. Ik krijg helemaal van mijn apropos. Van je apropos? Van je apropos. Gezondheid. Gezondheid. Nou. Op het moment dat we dus zeg maar in het verleden zijn, dan zijn die... hekken, zeg maar. Die hekken zijn weg. Trouwens, dit is het symbool van Nairu. Voor de mensen die Ocarina of Time hebben gespeeld, die herkennen dit symbool natuurlijk uit duizenden. Dus het symbool wordt heel vaak gebruikt in de Legend of Zelda, weet je wel. Want al die goden hebben dus zeg maar hun eigen tingemijing. Dus. Moblins, geef mij geen schok, maar geef mij alsjeblieft gewoon nog zo'n witte skull. Dan maak je mij heel vrolijk mee. Nee. Flame. Wil jij mij dan zo'n ding geven? Alsjeblieft zo'n ding geven. Nee? Flame. Nou, zoals je ziet zeg maar dat muurgek ding hier is nou weg. En Vie begint dan gelijk te zeiken met iets wat ik jullie al ga uitleggen. Je hebt hier boven je, heb je een raster zitten. En door dat raster heen, dan kun je dus zeg maar die timeshift stone weer raken. Nou, als we dat eventjes doen... Kijk, dan komt dat hek weer terug, maar dan gaat hier de stroom uit, omdat stroom werkt alleen maar in het verleden. En dan komen we hier bij een kistje uit, en het voordeel is, op het moment zeg maar dat wij, ja, dan pas vind je de kaart eigenlijk een beetje zinloos, omdat de kaart, ja, ik wil niet heel erg vervelend zijn, maar we zijn al bijna door deze tempel heen, hè? Weet je wel, dus eigenlijk best wel zinloos. Maar goed, dan kun je dus zeg maar hier doorheen op het moment zeg maar dat je dus... de boel wil veranderen, want door, ja, in het heden kun je dus zeg maar zo hier doorheen lopen. En in het verleden kun je dus zeg maar door die andere deur heen lopen. Nou, aangezien dat we nou het verleden moeten hebben, omdat het dan stroom is, andere kant. Go! Zo. Nou, ik vind ook wel lachen tot dan dat zand hier weg is. Ik weet niet hoe dat stinkzand hier blijft liggen, maar op een of andere vraag manier blijft hij hier dus liggen. Nou, dan kunnen we dus deze deur hier door. En dan komen we er dus achter, zeg maar, tot hier zo'n schakelaar zit. Zo'n zwaar draaischakelaar. Waarom geven jullie nou niet zo'n witte... Nou, maakt niet uit. Nou, die wil je dus activeren om de stroomtoevoerbatterijdinges op te laaien, zeg maar. En zeg maar het schip activeren, zodat we daar dadelijk doorheen kunnen lopen. Dit is het eerste wat je wilt doen. Heel erg belangrijk dat je dat niet vergeet. Master, I detect a very strong vibration. Signs indicate that the activating this mechanism is cast something with the ship to begin a movie. The current situation is difficult to act. Whatever. Want ze is alleen maar aan het zeuren, want we moeten namelijk de crew vinden. Nou, de moment dat je die crew gaat vinden, weet je wel, dan is dit sowieso al nodig. Je moet dit sowieso doen, want anders kun je dus zeg maar de crew niet vinden. Dus, ja.
Wat ik nu ga doen is, ga weer heel eventjes terug naar boven van het schip. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Want we zitten op een half uur. Dus ik vind het wel weer mooi geweest voor deze aflevering. In de volgende aflevering verder met deze tempel. En hopelijk ook het einde van deze tempel. Dat hoop ik wel natuurlijk voor elkaar te krijgen. Dus, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword.